Zo, ik heb hier een mooie reebok. Het is zomer, dus de jacht voor de reebok is open. Ik ga dus vellen tonen van het ree. We snijden eerst de pootjes af. Je voelt hier een gewrichtje. Daar gaan we dan in het gewricht de pootjes afsnijden. Voilà. Voorpootjes net hetzelfde. Dat breekt dan makkelijk door. Dan neem je een mes met de snede naar de buitenzijde. Dan ga je zo voorzichtig tussen vel en vlees een insnede maken. Tot boven. En dan zie je, met je mes ga je mooi tussen het vlees en het vel. En je houdt je mes zo 45 graden tegen het vel. Als je in het vel snijdt, kan het geen kwaad. Maar het zou zonde zijn dat je in het vlees zou snijden. Voilà. Net hetzelfde met het andere billetje. Steek je mes tussen vel en vlees. Kijk, je kan voorzichtig het vel naar beneden trekken. Maar je houdt het in de gaten dat je zeker geen scheuren maakt in het vlees. Als je aan de voorpoten komt, net hetzelfde. Sneden naar de buitenzijde. Ziezo, heb je een mooi tafeldoekje. Dus we zijn klaar voor de versnijding. Het versnijden van de ree. We hebben het schouder. De schouder kan je mooi het vliesje volgen tussen het buikje en de schouder. Je hebt hier een mooi vliesje tussen zitten. En je volgt gewoon het vlies. Zie je? Kan je een lekkere ragout van maken. Maar als je ze uitbeent, kan je ook een lekkere rollade van maken. De billetjes. Hier heb je een buiklapje. Snijden we even los. Dat zijn de niertjes. Kan je mee stoven in een lekkere ragout. Zie je? Het niervet gaan we er mooi afdoen. Waar snijden we het belletje af? Dat voel je hier aan het heupbeentje. Je voelt met je duim. En net naast dat beentje gaan we mooi doorsnijden. Hier voel je dat been. Voilà. We nemen de zaag. En dan mooi tussen de billen door zagen we in principe het staartbeen door. Eén billetje gaan we op zijn geheel laten met been. Die gaan we straks mooi in een zoutkorst klaarmaken. Deze gaan we dan uitbenen. Nu hebben we de nek. Daar kan je echt een heel lekkere ragout van maken. Onze nek.
Hier hebben we het filipuurtje. Boven het filipuurtje gaan we het buikflapje gewoon mooi rechtdoor snijden. Andere kant net hetzelfde. Hier zien we het begin van de ree filet. Dus we maken een inkeping en gaan zo rechtdoor naar het einde. Gaat heel vlot, namelijk een jong reetje heeft smalle ribbetjes. De ribbetjes kan je gewoon op zijn geheel ook klaarmaken in de barbecue. Dan heb je lekkere ribbetjes van de ree. En dat is hier crème de la crème. De rug. We hebben het zadel. Het zadel is waar dan de filetjes op liggen aan de onderkant. En de eerste rib hier tegen snijden we het zadel van de ribbenkant. Zadel gaan we mooi het vet opkuisen. De bovenste vlies moet eraf. Nu gaan we met een mesje dat vliesje mooi eraf pellen. Je houdt je mes zo 45 graden naar boven. Er mag, het is de bedoeling dat er geen vlees uiteraard aan het vlies hangt. Het zou zonde zijn natuurlijk. Voilà. Mooi zadeltje. Die gaan we straks op zijn geheel klaarmaken in de yakiniku. Hier hebben we de filetjes. Dan gaan we tegen het been de filetjes eruit snijden. En je volgt gewoon met je mes tegen het been de beentjes. Kijk zo. Proberen jullie een keer te tonen aan deze kant. Dus met je mes zo tegen het been. Twee zeer mooie filetjes. Terug hetzelfde. We gaan dat vliesje er mooi afpellen. Botermalse reefiletjes. Ons belletje. We gaan er eentje uitbenen. Hier hebben we het schaambeen. We gaan aan de buitenzijde mooi tegen het schaambeen het been eruit snijden. Die vliesjes gaan we afsnijden. Hier zie je het dijbeentje. Het dijbeen loopt tot het schenkeltje. En je ziet hier een vliesje. Dan gaan we tussen het vliesje door. Zo naar beneden tot op het been. En mooi rond het been snijden. Schenkeltje ook. Tegen het been. Een been er niet weggooien. Daar kunnen we een lekkere fond van maken. Hier hebben we het uitgebeende billetje. Hier hebben we dekbil. Mooi met de vliesjes zo naar beneden. En je volgt gewoon de vliesjes tussen de stukjes vlees. Het zijn zeer mooie stukjes om ree-biefstukjes van te maken. Dit hier is het heupje. Zeer mals, topvast maak. Je voelt met je vingers dat je die vliesjes hebt. En zo volg je terug de vliesjes. Voilà, heupstukje. Schenkeltje. Een beetje die grote pezen eraf snijden. Schenkeltje mag bij ons stoofvlees. Voilà, hier gaan we terug vliesje volgen. Voilà. Hier hebben we dan onze ree-biefstukjes. En deze gaan we nu mooi opkuisen. Alle peesjes ervan tussen. Alle peesjes smijten we bij ons beentjes. Voor onze fond. En als je fond gemaakt hebt van de ree.
Die kun je makkelijk bewaren in de diepvries. We kennen allemaal ons vormpjes van de ijsblokjes. Kan je mooi opvullen met fond van de ree. En dan, als je een mooie wildsaus wil maken voor je reebiefstukjes, neem je gewoon een ijsblokje fond voor de saus. Ons schoudertje gaan we de beentjes eruit halen, het schouderblad. Ook weer vliesjes volgen tot op het blad. En dan mooi het been volgen met jouw mes. Opzij van het schouderblad. Hier in het nootje gaan we. Trek zo mooi het schouderblad eruit. Zie je? Dan volg je met je mes de beentjes. Voilà, de beentjes zijn eruit. Een beetje het meeste vet eraf snijden. Schenkeltje vouwen we naar binnen. En dit kan je perfect gebruiken voor een mooie rollade. Voilà. Ziezo, dit zijn de mooie onderdelen van onze reebok. En nu gaan we ermee aan de slag.